Je traint al een tijdje mee hier. Hoe blij ben je nu dat je dan ja, toch weer concreet voor deze club kan gaan spelen? Ja, ik ben op zich wel, wel blij. En, voor mij is het natuurlijk ook ja, was even hard werken. Er moet nog wel wat gedaan worden. En nu ben ik wel blij dat ik natuurlijk ook wedstrijden kan spelen. Ja, hoe zwaar was dat, die strijd om fit te worden? Ja, dat is voor mij denk ik niet. Ja, het is gewoon een knopje omdraaien. Ja, en iets bereiken wat ik graag wil. En dat is fit raken en weer voetballen. Het wordt jouw derde periode bij deze club. Ik denk wel dat je er wat anders in staat dan bij die andere twee periodes, of niet? Nou ja, mijn eerste periode was natuurlijk was een hele leuke. Dat was het begin. En daar heb ik Sparta ook heel veel aan te danken. Om natuurlijk transfer naar Ajax. En de tweede dat ik terugkwam uit Frankrijk. Toen kwam ik een jaartje hier. Ook als aanvoerder en ook een leuke periode meegemaakt. We waren natuurlijk in de Eredivisie gebleven. Een mooi jaartje. Ja, nu hoop ik dit seizoen met de club de promotie te behalen eigenlijk. Ja, wat hoop jij of wat denk jij, wat verwacht jij daar concreet aan te kunnen bijdragen? Ja, door zelf keihard te werken en door zelf goed te voetballen en jongens meenemen om het juiste niveau te halen. En in hoeverre speelt jouw eigen niveau daarbij nog een rol? Want je zal niet meer de Boukari zijn die toen uit Frankrijk terugkwam of die hier zijn carrière begon. Ja, dat gaan we nog dan wel zien. Ik hoop het. Ik hoop dat ik die niveau wel kan halen. En, kijk, je speelt wel de Jupiler League. En je weet dat er toch voor mij wel een grote kans is om toch wat van waarde te kunnen zijn voor Sparta. Ja, want jij traint al een tijd mee. Hè? Je zit al wat langer bij deze groep. Kun je inschatten in hoeverre het nog goed gaat komen dit halfjaar? Ja, ik heb er wel volle vertrouwen in. Anders zou ik ook niet nadrukkelijk hier elke ochtend zijn en hard werken. En mijn doel is natuurlijk gewoon om met deze ploeg en met deze elftal en de club gewoon promotie te behalen. En ik hoop dat ik daar een steentje kan bijdragen. En ik hoop dat ik groot van waarde kan zijn om de club ook mee te helpen. Toont dit ook aan dat het jou aan het hart gaat, hoe het met de club, met jouw club gaat? Ja, dat sowieso, want ik geloof dat ze al 5 jaar of 6 jaar hier in de Jupiler League zitten. Ja, vierde seizoen. Ja, vierde seizoen. En volgens mij is dat is een beetje te lang en daar horen ze niet, naar mijn mening. En, ze hebben een leuke ploeg en ik denk dat het wel haalbaar is. En dat is dan ook voor mij om extra gas te geven en keihard te werken om dat niveau van mezelf te halen natuurlijk. Je ligt vast op het einde van dit seizoen. Is het daarna ook einde profcarrière of zou je eventueel daarna nog verder willen? Nee, dat is natuurlijk aan mij. En, ik wil zelf nog wel door. Als ik hier bij Sparta, als we promoveren een mooie periode meemaken, dan wil ik zelf nog wel zeker door. En als het niet zo is, dan is het aan mij hoe fit ik ben. En zolang ik nog fit ben, dan wil ik gewoon zo graag nog voetballen. Ik hou van het spelletje en en dat is voor mij het gewoon het één ding wat telt, is voetballen. Ja, ik was eind vorig jaar in Venlo bij de competitiewedstrijd bij VVV. Toen hing er ook een spandoek voor jou. Ik heb het vaker van Sparta supporters gehoord. Die konden niet wachten op het moment dat jij weer vastgelegd zou worden. Wat doet dat met jou? Ja, dat vind ik wel leuk en dat betekent voor mij wel heel veel. Omdat je ook, je hebt hier heel lang gespeeld en je hebt veel voor ze betekend, neem ik aan. Anders doen ze dat niet. En, bij mij zit het wel goed en daar ben ik de supporters ook wel dankbaar voor.